Welkom bij de tweede aflevering over de komkommerproef bij Botany. In deze aflevering delen we de eerste inzichten over de tussenstand van de proef en kijken hoe het gewas de winter is doorgekomen. We kijken hierbij onder andere naar de productieresultaten, lichtefficiëntie en het wortelmilieu. En net als in de vorige aflevering doen we dat niet alleen, maar laten we ook een van de andere partners uit het onderzoek aan het woord. Over naar de specialisten. Het gewas is goed door de donkere periode van het jaar gekomen. In de beginfase stond het gewas goed in balans, werden goede producties gedraaid. Eind december, begin januari is er een verstoring opgetreden, doordat er een periode de belichting een deel van de lampen 24 uur continu heeft aangestaan. Daardoor is een verstoring in het gewas ontstaan, waardoor er 3 vruchten gemiddeld zijn afgestoten over alle behandelingen heen. De stand van zaken op dit moment in het gewas is dat de balans is iets weer teruggekomen, maar we zien nog steeds een kleine onbalans in het gewas. De afgelopen periode is er wel weer normale productie afgekomen, maar je ziet nog af en toe een kleine verstoring in het gewas. En de telers samen met Botany zijn nog steeds aan het werken om het gewas weer in een betere balans te krijgen. De verwachting op de voorlopige inzicht is dat als je kijkt hoe de teelt tot op heden is gelopen en dan even het teeltprobleempje buiten beschouwing houden, zie je dat je gewoon een goede komkommerteelt kan wegzetten onder volledige ledbelichting in de winterperiode. De plantdichtheid is over de jaren aangepast. En dit is op basis van de inzichten die we uit voorgaande proeven hadden, waarin we zagen dat de hoge plantdichtheid gecombineerd met de bladafsplitsing eigenlijk te hoog was voor de winterperiode. Als we het vergelijken met vorig jaar, hadden we een plantdichtheid in de proef van 2,6 planten de meter. En nu is dat rond de 2,2 planten de vierkante meter. En dit heeft erg de selectiviteit bevorderd en het vruchtgewicht daardoor ook op een hoger niveau gebracht. Als we kijken naar de lichtefficiëntie, in de periode dat het gewas goed in balans heeft gestaan, volop in productie in de winterperiode, zitten we rond een lichtefficiëntie van 22,5 gram per mol. Als we de aanloopperiode en ook de probleemperiode erbij pakken, zitten we gemiddeld rond de 19,5 gram per mol. Dus nog niet op een optimaal niveau, dus er is nog zeker ruimte voor verbetering, maar er zijn goede stappen gezet in de teelt. Ja, de informatie die wij uit deze praktijkproef willen halen is drieledig. Ten eerste kijken we naar de watergifstrategie. Door de verschillende lichtstrategieën reageren planten anders wat betreft waterbehoefte. Hier zullen we dan ook onze watergifstrategie op aan moeten passen. Ten tweede willen we erachter komen of er nog verbeteringen nodig zijn in ons substraattype bij deze manier van telen. Ja, en ten derde, de ledbelichting gaat een steeds grotere rol spelen binnen de glastuinbouw. Dit betekent betere stuurbaarheid van de teelt, stabielere producties, meer rendementen. Ja, en als kennisleider voor substraatteelten wil Grodan graag in dit soort proeven participeren en de kennis die hier opgedaan wordt uitdragen binnen de sector. De kennis die we tot nu toe hebben opgedaan in het onderzoek is veelzijdig. De betrokken tuiners kunnen real-time meekijken via het dataplatform IGRO. Ja, en ze hebben zo beter inzicht in klimaat en rootzone en plantontwikkeling. Hierdoor heeft de proef meer draagkracht gekregen. En daarnaast hebben we veel data kunnen verzamelen met onze grootsens substraatsensoren. Ja, en deze combinatie van data die geeft waardevolle informatie. Bijvoorbeeld dat de eerste 3 weken van de teelt, de watergifstrategie is daarin bepalend voor de reactie van het substraat voor de rest van de teeltperiode. Verder zien we verschillen in substraattypes. Het ene type reageert meer kritisch dan het andere type. Ja, en ook het sturen van het gewas naar een generatieve of juist een vegetatieve kant kunnen we met de manier van watergeven beïnvloeden. De impact van de 2 type belichtingen op de watergeefstrategie is vrij groot, omdat de watergeven over het etmaal op verschillende tijdstippen plaatsvinden.
Ook zien we verschillen tussen de afdelingen wat betreft waterbehoeften. Dit zien we echter nog niet terug in de productiecijfers. Deze proef hebben we opgezet om antwoorden te krijgen. Daarnaast zie je dat er toch nog veel vragen zijn ontstaan. En in de komende weken hopen we om een aantal van die vragen een antwoord te kunnen geven. Dit was de tweede aflevering. Wil je nu meer weten? Kijk dan op onze website. Graag tot de volgende keer. BASF. We create chemistry.